In deze video maken we gepocheerde snoekbaars met gerookte paling bouillon en soepgroentes. Ik heb hier alle graten van de palingen en koppen. Daar gaan we nu een bouillon van trekken. Dat doen we op dezelfde manier als bij een visbouillon. En het geeft een hele andere gerookte smaak geeft dit aan je bouillon. Dat zetten we net onder water. En daar voegen we wat soepgroentes aan toe. Altijd de basis is bleekselderij, wortel, ui en prei. Wups wordt het ook wel genoemd. Dat snij ik allemaal heel klein. Het visbouillon mag je nooit langer koken dan 30 minuten. Anders is de kans dat hij naar ammoniak gaat smaken. Hoe kleiner je het snijdt, des te meer smaak geeft het af. En wat ui. In dit geval wat shallot. En de gewassen prei voegen we nog wat toe. En dit laten we nu voor 20 minuten, 25 minuten laten we dit trekken. Ondertussen kunnen we wel de garnituren snijden. Daarvoor gebruik ik wat bleekselderij en wat wortel. Die gaan we in hele fijne brunoise. Dat zijn blokjes van halve bij halve centimeter. Die gaan we dan blancheren, dus koken. Die gaan we dan serveren in de soep. Bij brunoise snijd je het eerst altijd in julienne. Dat zijn lange stengels. En daarna kun je het in blokjes snijden. En de wortel. Ga ik wel apart van elkaar blancheren. Zo, deze heeft aparte garingstijd. Dus deze moet ongeveer een minuutje blancheren. En deze heeft wel 2 minuten nodig. Van de wortel snij ik eerst een vierkant. Dan blijft die stabieler staan. En dan kun je hem mooier snijden. Ondertussen kookt de bouillon en dan zie je dat er eiwit naar boven komt. Dat moet je er altijd een beetje afscheppen. Als je dat niet doet, dan is de kans dat je bouillon blind wordt, noemen we dat. Dan krijg je een hele grauwe soep. Vandaar dat we de eiwit altijd afschuimen. Dan zetten we wat water op om de soepgroentes te blancheren. Blancheren doe je altijd in water met heel veel zout, zodat alle smaak al in de groentes trekt. En elke keer als je die eiwitten vrij ziet komen, dan kan je ze weer gaan afschuimen. Dan hebben we hier de palingfilet. Die gaan we in dezelfde grootte als de groentes gaan we die snijden. De paling haal ik wel even het bovenste laagje vet vanaf. Dat kan je doen door met je bottenkant van je mes schraap je het vet er vanaf. En dan zie je ook veel mooier die tekening van die paling zie je. De paling snijden we in dezelfde grote brunoise als de groentes. Dan gaan we nu de groentjes gaan we blancheren. Zoals ik al zei, dat doen we apart van elkaar, omdat ze allebei een andere garing nodig hebben. Deze heeft een minuutje nodig. En de worteltjes hebben zo 2 minuutjes nodig. Als de groentjes klaar zijn, bewaren we dit water. Dan gaan we daar de snoekbaars gaan we daarin pocheren. Voor de snoekbaars hier een filet. En dan wil ik een mooi stukje rugfilet wil ik daarvan hebben. Dus vandaag gebruik ik de staart gebruik ik niet. En dan een mooi stuk dik filet. En die gaan we zo meteen pocheren in het vocht van de groentes. Deze zijn klaar, die haal ik eruit. Ik vind er de worteltjes erbij. De palingbouillon heeft inmiddels 25 minuten gekookt. Die gaan we zeven. Dus eerst door de fijne zeef. Dan gaan we hem nu nog door een doek halen. Door middel van het doek haal je echt alles, elk stukje haal je nog uit je bouillon. De worteltjes haal ik ondertussen ook eruit. En dit water zet ik nu uit, zodat hij niet meer kookt. En dan doe ik de snoekbaars erin. Dit stukje heeft ongeveer 2-3 minuutjes nodig. Dan is hij gaar. Zo, de bouillon zet ik weer op het vuur. Die kan weer warm worden. De palingblokjes mix ik met de andere garnituren. Een klein beetje zout nog. En als de vis gaar is, kunnen we verder met het opmaken van het bord. Je weet of hij gaar is, of je in één keer dat huidje ervan af kan trekken. Ja, hij is gaar.
Dan trek ik het huidje ervan af. De vis is nu perfect gegaard. Maak ik af met wat zeezout. Daar doe ik de groentes met de paling erop. Dan maak ik het af met de palingbouillon die we gemaakt hebben. En dit is het gerecht. Gepocheerde snoekbaars uit het IJsselmeer. Met paling uit het IJsselmeer, met soepgroentes en gerookte palingbouillon.